Het zit in de titel, Voor Elf. Het is dus de elfde voorstelling. En ja, het maken van die voorstelling is ook een regelrechte voor geweest voor ons. Ja. Dus alle elementen zitten erin. En ons zwervend bestaan wordt een beetje beschreven ook. Het decor is op basis van een door Geert gevonden oude zwiermolen, zeg maar. Die ergens ten velde stond te pronken en die hij heeft gekocht. Oorspronkelijk komt die uit Polen, bij de grens van met Oekraïne. En dat was eigenlijk de speeltuin van dat dorp. Maar die mensen die waren oud en die hebben dat verkocht. Er was ook een met een elektromotor, maar die hebben we eraf gehaald. We hebben er een akoestische motor op gezet. Ja. Ja, dit is altijd de zoektocht naar iets, naar een originele invalshoek. Ja. Dat is in feite de grootste rem om een voorstelling te maken. Dat is altijd van, ja, maar dat hebben we al een keer gedaan. Gaston met zijn zilveren baton. We zijn begonnen in 1982 met de nieuwe snaar. Dat is nu bijna 27 jaar. Het is soms heel lastig om niet in herhaling te vallen. Het is een mondstuk. Ja. Een mondstuk, eigenlijk, dat je ziet. Ja. En vroeger deden ze dat waarschijnlijk met een leren lap of zo, maar dit is gemaakt door een tandlabot. Zijn er wel eens dingen die mislukken? Absoluut. Ja. Maar we hebben in al die jaren toch een beetje de flair ontwikkeld om als er zoiets gebeurt, om het podium te doen alsof het echt wel de bedoeling was. En soms zijn er ingebouwde mislukkingen ook. En dan denken de mensen van, dat is toch helemaal... Ja, meneer, dat was de bedoeling. Kom volgende week nog maar eens kijken. Je zult zien dat het juist hetzelfde gebeurt. Ook een belangrijk element is de skicabine. Plotseling staat dat dan in het repetitielokaal en dan wordt er een plaats voor gezocht. Dan zijn er drie hoofden waar vraagtekens boven staan. Van nummer 102. Iedereen herinnert zich nog waarschijnlijk de ramp met de 101. Dat is soms heel moeilijk om dat direct allemaal te vatten ook. Maar dat is ook het boeiende natuurlijk, aan het maken van die voorstelling. Daarom dat we er ook zo lang aan bezig zijn ook. Maar we zijn er lang aan bezig omdat we altijd op voorhand weten dat we het ook heel lang kunnen blijven spelen. Dus het is niet dat dat voor 20, 30 voorstellingen is. Want in feite begint het dan pas echt, de magie begint dan pas echt te werken. Zoals wij zelf helemaal in die voorstelling zitten, als we zelf bijna op de seconde weten wat we moeten doen. Maar wij hebben de ruimschoots de tijd om daar blijven aan te schaven, want zo'n voorstelling is bij een première natuurlijk nooit klaar. Dat is, die moet groeien, dat is nu eenmaal zo.